gewoon voldoen aan minimaal één interessant beeldelement waar je ogen meteen naartoe getrokken worden. Ja, nou, als een foto hè, naast een interessant beeldelement, wat moet een foto nog meer iets extra's geven? Ja, ik zie hier ook nog duidelijk een patroon. Ja, dat komt inderdaad ook nog straks voorbij. Ja. Maar goed, wat naast een duidelijk, zeg maar, een point of interest, een duidelijk beeldelement, wat moet er nog meer even kijken zijn? Compositie, ja, inderdaad, goede compositie, beeldvorming, een achtergrond, lijn in de foto, kleur. Ja, maar ik zie het heel goed. Nou, een goede compositie, ik heb de meeste voorbij. Sfeer heb ik nog niet gezien. Dat is eigenlijk een van de heel erg belangrijke extra elementen in een foto. Een verhaal vertellen, hè? Er moet iets vertellen. Ja, emotie en creativiteit. Dus, en welke vaardigheden heb je nodig om een goede foto te maken? Nou ja, zoals ik al zei, de techniek moet je beheersen. Je moet inzicht hebben. Maar je moet ook bijvoorbeeld inzicht in de omstandigheden. Hè, of dat je de plek kent, dat je weet onder water. Natuurlijk ook, ja, persoonlijk vind ik zelf dat kennis over het biologische leven ook heel erg belangrijk is. Hè, dat je weet van waar je wat kunt vinden. Dat je ook weet het gedrag. En timing is natuurlijk ook nog een belangrijk element. Nou, we gaan hier stap voor stap gaan we doorheen. We beginnen weer met deze foto. Nou, dat was helemaal niks. Terug naar het. Hoe zorg je voor een interessant beeldelement? Ja. Goed trimmen, ja, is ook belangrijk. Nee, inderdaad. Kijk, scherpte, diepte, juist de focus, geduld. Ja, is ook allemaal zo. Ja. Hoe zorg je voor iets? Nou ja, wat is een interessant beeldelement? Nou, ten eerste is het, moet het opvallend zijn? Ja? En wanneer is een beeldelement opvallend? Ik heb ze ook inderdaad al voorbij zien komen. Het moet goed afgetekend zijn ten opzichte van de achtergrond. Het moet helderder zijn als de omgeving. Het moet kleurrijker zijn als de omgeving. En het moet ook scherper zijn als de omgeving. Nou, met deze foto, ja, die voldoet daar overal aan. Hè. De kleur is heel anders als de omgeving. Het is veel scherper als de omgeving. Goed, dit is een makkelijk geval. Dit is wat lastiger. Ja, je ziet het onderwerp wel, maar het springt er niet uit. Nou, je kunt... Bijvoorbeeld, zeker bij die laatste foto's kun je fotografische technieken gebruiken om de aandacht te vestigen. Nou, een van de eerste is, breng jezelf in de juiste positie ten opzichte van het onderwerp. Ja, dat is al heel erg belangrijk. Vaak beginnen we met fotograferen, onervaren fotografen. Ja, om eigenlijk net zo te fotograferen als dat je rondzwemt om te kijken van wat er is. En je fotografeert dan ook zo een beetje boven de bodem, zwevend, naar beneden. Dit is de meest slechte of ongelukkige positie om foto's te maken. Want je fotografeert het onderwerp met direct daaronder de ondergrond. Ja, dus dit is niet niet heel erg goed. Dit is... Waarschijnlijk in heel veel gevallen, zeker in Zeeland, is dat al beter. Probeer jezelf bijvoorbeeld op gelijke hoogte van het onderwerp te krijgen. Zodat je min of meer horizontaal fotografeert. Hè, om een aantal voorbeeldjes te geven. Hè, dit is natuurlijk zo'n schelpkokerworm is vrij lastig. Als je dat ook maar een klein beetje van bovenaf fotografeert, ja, loopt dat natuurlijk meteen vast in de achtergrond. Als je hem op gelijke hoogte fotografeert en dat bovenste gedeelte, ja, dat valt, steekt dat meteen mooi af tegen een zwarte achtergrond. Deze wormpjes, die trompetkallekokerwormpjes uit het Noordzeekanaal, zijn bijzonder klein, ook heel erg lastig te fotograferen. Het is dan ook zoeken, hoe kan ik daar een goede plek krijgen, een goede positie ten opzichte van dat wormpje, zodat hij mooi afsteekt. Maar als je goed je best doet,
lukt dat. Dat lukt in vrijwel alle gevallen, of het nou zo'n kleine trompetkalkokerworm is of een anemoon. Als je op een juiste positie komt, dan kun je dat mooi fotograferen, hè, met een donkere achtergrond. Hier bijvoorbeeld, dit is zo'n steenslijmvis. Prachtig visje in de Bergse Diepsluis. Nou, op zich staat hij er prima op, maar je kent de omgeving daar met al die stenen in dezelfde kleur. Hij heeft niet voor niks een schutkleur, want hij wil niet graag gezien worden. Dus dit is niet de juiste positie. Probeer, als het lukt, er dichterbij te komen. Probeer ervoor te komen. En als het lukt, kun je hem op deze manier fotograferen. Is natuurlijk wel eventjes een hele andere foto. Ja, in feite is het dezelfde positie. Hè? Alleen, ja, je zit er net even iets anders voor. In dit geval kan ik zelfs zeggen dat kleine, goedkope camera's daar nog handiger voor zijn als een hele grote Z. Hè, ik bedoel, dit is een hele grote Nauticam. Ja, die camera's zijn in dit soort situaties niet erg handig. Kleinere camera's, zoals een Olympus TUF of een Nikon camera, ja, die zijn veel handiger. Die kun je ook veel beter op positioneren. Daar kun je dichterbij mee komen. Een tweede is dat het zoekerbeeld, dat moet ook heel erg goed zichtbaar zijn. Zeker als je je camera zo dicht bij de bodem hebt gepositioneerd. Ja, en je wilt toch wel op je zoekerbeeld kunnen zien wat je fotografeert. Ja, dat kan lastig zijn, maar daar zijn hulpmiddelen voor. Iemand heeft zijn microfoon aan, graag uit. Als je een grote spiegelreflex, ja, dan zou je een grote dure optische hoekzoeker moeten kopen. Maar als je een kleine compacte camera hebt, dan wil zo'n zoekertje die display met spiegeltjes zichtbaar maakt van bovenaf ook erg handig zijn. Sinds kort zijn er ook betaalbaar. Deze waren natuurlijk al lang zo'n grote monitor op je. Ja, dan kun je het beeld natuurlijk helemaal prachtig bekijken. Maar goed, daar staat wel, er zit wel een prijskaartje aan vast. Goed. Kijk niet alleen naar het onderwerp, maar kijk natuurlijk ook heel goed naar de achtergrond als je aan het fotograferen bent. Heb ik het niet eens over Zeeland, waar de meeste dingen op de bodem zijn, maar ook als je in de tropen bent, in dit geval was het in Bonaire met zo'n peilingtvis. Die loopt ook, loopt die natuurlijk ook vast in de achtergrond. Is niet echt een hele mooie foto. Je moet hem proberen los te komen. Nou, ook in dit geval kijken of je lager kunt, of dat je een beetje naar rechts kan, dat je meer afstand hebt van de inktvis met de achtergrond. Want zodra er meer afstand is, dan kun je dit, hier zie je ook nog wel achtergrond, maar op de achtergrond valt geen direct flitslicht. Dus de achtergrond wordt blauw en dan steekt zo'n peilingtvis mooi af tegen de achtergrond. Het kan nog mooier als je wil, hè, als je het zo ver krijgt dat je hem tegen het blauw van het water kunt fotograferen. Ja, dan is het natuurlijk helemaal perfect. Maar goed, in de meeste gevallen, hè, stel dat we in de tropen fotograferen bij een drop-off en ja, je wil wat vissen fotograferen. In de meeste gevallen doe je dat op deze manier. Maar het is natuurlijk ook niet erg handig. De kans dat de vis vastloopt ten opzichte van de achtergrond is natuurlijk behoorlijk aanwezig. Je kunt ook gewoon jezelf omdraaien. Zeker moet je natuurlijk wel even een beetje goed kunnen trimmen. Maar als je met je rug naar het rif toe fotografeert, vissen hebben er een hekel aan om tussen jou en het rif door te zwemmen. Met een beetje geluk zullen ze een bochtje om je heen maken. En nou ja, goed, volg ze. En op zich, dan kun je in feite, in een half uurtje tijd, kun je alle mooie langs zwemmende vissen fotograferen. Met op de achtergrond het mooie blauwe water. Dus die positie die je inneemt ten opzichte van je onderwerp is enorm belangrijk. Nou, niet altijd lukt het
ja, om ja, tussen je onderwerp en de achtergrond in te komen. Hè. Dit is in Zeeland en ja, die stenen die erachter zitten, die zitten er zo, zitten er vrij direct achter. En je kunt hier eigenlijk geen, om dit op deze manier te fotograferen, moeilijk een andere positie innemen. Maar goed, dan kun je met licht. Jullie zullen vast wel eens van snoets. Want het probleem bij deze foto is dat er bijna net zoveel licht op de achtergrond valt als op het onderwerp zelf. Dat moet je zien te voorkomen. Hè. Zorg ervoor dat je onderwerp in de spotlights staan. En dan kun je het op deze manier fotograferen. Hè, dit is met een snoet, voor degenen die niet weten. Dat zijn van die, zeg maar... Ja, buisjes op je flitser, die zorgen dat je de verspreiding van je licht een heel stuk smaller wordt. Nou, als een illustratie, dit is op die manier gefotografeerd. Het licht valt in dit geval dus alleen maar op het onderwerp en niet op de achtergrond. De achtergrond blijft in dit geval donker en dan steekt het onderwerp mooi af. Kijk, als je... Dit is ook in de Lembe Street. Nou, daar heb je een beetje hetzelfde probleem. Dat is wel zwart zand, maar als je er licht op zet, wordt het toch heel erg hinderlijk. Met snoets erop, dezelfde situatie. En dan komt het heel mooi los van de ondergrond. Deze foto heb ik al eerder laten zien. Hè, die naakslak, die ook vast zit aan de ondergrond. Snoets erop. Het hoeft niet helemaal zwart, zelfs misschien juist niet fijn als het achtergrond niet helemaal zwart is. Hè. In dit geval was het die foto overdag genomen. Hè. Dus dan is het bestaande licht verlicht de achtergrond nog. En dat is dan een beetje blauw-groen. Nou, dat steekt heel erg mooi af ten opzichte van die naakslak. Nou, dit is een heel goed voorbeeld, want dit was echt een hele unieke situatie. Dit was een penseelkrabbetje, een vrouwtje. Die het vond dat het tijd werd dat haar eitjes en larven, of larven waren, of kleine krabbetjes, die ze steeds met zich meegedragen had, dat die maar eens op zichzelf moesten gaan leven. En die stond, ja, dat zie je hier niet, maar die stond te wapperen met haar onderlijf en die wapperde al haar kleintjes de wereld in. Maar dat was deze foto niet te zien, omdat daar zit achter zo'n groot kolonievormende zakpijp. Dus dat steekt niet af. Gelukkig had ik mijn snoet bij me en die heb ik erop gezet. En het verschil is natuurlijk aanmerkelijk. Hier zie je precies wat er gebeurt. Dus ja, heel belangrijk. Net zoals die andere foto, dit is ook met een snoet gemaakt, maar... Ook maar om een verschil te maken tussen zeg maar de voorkant of de voorgrond die verlicht is met de flitsers en de achtergrond die verlicht wordt door het natuurlijke licht. Dat geeft een hele mooie dieptewerking. Nou, zo had ik al de snoet, hè, maar ja, hoe kleiner het onderwerp, denk daar wel aan. Hoe kleiner de snoet. Als je echt hele kleine onderwerpjes hebt, zoals hier, dit is een zoetwater kwakkamossel. Nou, die is echt nog geen centimeter groot. Nou, die sifon is misschien maar 3 millimeter groot, dus dit is uiterst klein. Dan ben je ook verplicht om hele kleine snoets te hebben, want als je daar een grote snoet op zet, ja, dan vlieg je nog de achtergrond mee. Nou, hetzelfde snoet. Of dezelfde configuratie is deze zeespin. Als je goed kijkt, draagt deze zeespin ook eitjes met zich mee. Maar dit is met een hele smalle snoet, want het zijn hele kleine dingetjes. De uitstroomopeningen van een slingerzakpijp. Ik maak dat zelf met een fibersnoet. Daar heb ik gelukkig maar één flitser nodig, maar ik kan toch op vanaf twee kanten kan ik daar flitsen. En die zijn heel erg soepel, dus die kun je heel goed richten. Nou, dat is voor wat betreft je onderwerp in het licht zetten. Ik kom daar nog straks over licht, kom ik straks nog wel eventjes verder op terug. Nou, het tweede is, zorg dat je onderwerp... scherper is dan de omgeving. Hè? Dus maak gebruik van de scherpte diepte. In dit geval bij zo'n... dit is een gezaagde steurgarnaal. Ja, die zit ook vast aan de ondergrond, omdat die er bijna bovenop zit. Je ziet niet heel erg goed
waar hij begint. Het is moeilijk om dit, zelfs met snoets, om dit los te krijgen van de omgeving. In feite is dit gewoon, er zit er te veel scherpte diepte. Dus je zou gewoon met minder scherpte diepte moeten willen kunnen fotograferen. Dat heb ik bijvoorbeeld bij deze garnaal gedaan. Daar heb ik zo weinig scherpte diepte gebruikt dat ja, dat rode wier, wat daar op de achtergrond, dat zijn allemaal van die sprietjes, dat, ja, dat vormt als het ware gewoon ja, één grote blur. Maar daar komt het onderwerp, of tenminste de ogen, en dat is toch het belangrijkste, mooi, tot hun recht. En je hebt toch je hebt toch in ieder geval een achtergrond. Dit is met een beetje dezelfde techniek, met een hooiwagenkrab, maar ook in het zoete water is dit een stompe aliekruik. Nee, natuurlijk niet, geen stompe aliekruik, een moeder. Nou ja, ik weet even niet wat voor slak is. Maar op de achtergrond, dat weet ik wel, dat is kranswier. Dat zijn ook allemaal van die sprietjes en dat kan het beeld heel erg onrustig maken. En maar door heel weinig scherpte diepte te gebruiken, komt die heel erg mooi los van de ondergrond. Wat je ook nog kan doen ja, om je onderwerp en echt zeg maar van ja goed, alle aandacht op het onderwerp te richten, is gewoon maak je onderwerp beeldvullend. Dan heb je helemaal geen last van de achtergrond. Kan natuurlijk niet bij elk onderwerp en ja, dus je hoeft het ook niet bij elke foto te doen. Maar het kan op zich leuke plaatjes opleveren, boeiende plaatjes, hè, zoals hier. Alleen maar twee ogen van een krab. Dus ja, het is soms wel eens hoe kleiner, hoe spectaculairder. Ja, hier hebben we zelfs een kwalflow. Die zit in de voortplantingsorganen van een oorkwal. Hè, tegenwoordig is een gewone macrolens al niet meer goed genoeg. Hè. Op een macrolens worden tegenwoordig macroconverters gezet. Om foto's te maken van onderwerpen die eigenlijk met het blote oog niet zichtbaar zijn. Ja, en daar maak je indruk mee. En daar kan je ook prijzen mee winnen. En Marco heeft het ook bewezen. Dit jaar heeft hij, volgens mij was het een eerste plaats met dit prachtige kreefje. Ja, minuscuul klein. Ik ben er zelf bij geweest. Het is met het blote oog. Nou, je ziet, daar zit ergens iets. En ik moest de flitser erop richten en we zijn er uren mee bezig geweest. Maar het resultaat is er wel naar natuurlijk. Het is natuurlijk fantastisch. Nou goed. Ik zie hier, moet je vol flitsen met een... jullie mogen, ja goed, ik kan natuurlijk nu niet elke vraag letterlijk beantwoorden. Maar alle vragen worden verzameld. En de vragen die ik niet heb beantwoord tijdens deze workshop, zal ik alsnog, ik zie ook de namen erbij staan, Eduard Bellas zie ik dus. Maar ja, ik kan dit nog wel even beantwoorden. Ja, een snoet kost ontzettend veel licht, dus ja, je flitsers moet je minimaal helemaal vol zetten, want dat heb je echt wel nodig. Even kijken, nou goed, we hebben het gehad over, hoe krijg ik hoe kan ik zorgen dat iedereen naar dat interessante beeldelement wat ik wil dat je naar kijkt. Dat kun je dus doen met licht. Of je kunt het doen met je scherpte. Je kunt het natuurlijk ook met beide doen. En als je dat eenmaal onder de knie hebt. Ja, dan ga je zeggen van hoe ga ik mijn onderwerp plaatsen. Het onderwerp hoeft niet altijd in het midden geplaatst te zijn. Soms is het spannender en dynamischer om het juist net uit het midden te halen. Hier heb ik daar een aantal voorbeeldjes van. Ja, en dan is er natuurlijk ook nog, iedereen kent het al, de regel van derde, de gulden snede. Hè, dat je beeld door vier lijnen in negen vakjes. En ja, die kruispunten van die lijnen worden gezien als sterke punten. En dit is niet, heb ik niet verzonnen. Dit is al, dat deden de schilders in de 17e, 16e, 17e eeuw waren hier al mee bezig. Die waren al met de gulden snede bezig. En die wisten dat al. Daar kun je als onderwaterfotograaf ook. Hè, probeer je onderwerpen uit het midden te halen om de foto wat dynamischer te maken.
maakt niet uit wat. Het is, ja, we zijn allemaal heel erg, ja, op de een of andere manier wil je het, begin je altijd met het onderwerp in het midden. Dus je moet jezelf ertoe dwingen om het echt van, gewoon, ik wil nu het onderwerp uit het midden halen. Je hebt er zelfs een hulpmiddel. Bij heel veel camera's kun je in het zoekerbeeld kun je dit, die gulden snede kun je oproepen als hulpmiddel. En als je dat dan doet, dan helpt je misschien ook als een soort geheugensteuntje. En diagonaal is natuurlijk ook, als je je onderwerp diagonaal in je beeld hebt, is vaak ook dynamischer. Je kunt het zelfs combineren. Vaak wordt het vanzelf ook gecombineerd. Hè? Deze groene wierslak. Nou, is natuurlijk gewoon, stel je voor dat die recht in beeld was geweest, dan was het een stuk saaiere foto geweest. Nu zie je ook dat de kop ook veel dichter bij een van die sterke punten zit van van de gulden snede. Ja, dit ook. Hier zit een diagonaal in en die zeester zit duidelijk op op zo'n sterk punt. Dat maakt het beeld spannender. En dit kleine snotolfje, ook, er zit echt een diagonaal in. En het oog zit op een sterk punt. Hier ook een diagonaal. En zelfs twee ogen zitten op een sterk punt. Dat geeft het plaatje, naar mijn mening, toch gewoon wat meer. Perspectief. Perspectief is... Bij compositie wordt dat heel erg veel gebruikt, maar dan hoofdzakelijk bij bovenwaterfotografie. Bij bovenwaterfotografie zijn de boeken volgeschreven met honderden voorbeeldjes. Hè, de convergerende lijnen die diepte suggereren in een plat plaatje. Heeft er iemand zijn microfoon aanstaan? Dus ik kan niet uit. Ik hoor wat achtergrondruis. Dat is wat storend. Ja? Boven water wordt er gewoon echt veel gebruik van gemaakt. Je ziet dus, je wordt gewoon dat beeld ingetrokken. Ja, onder water kunnen we daar niet zoveel gebruik van maken. Waarom niet? Nou ja, goed, we hebben bijna nooit een horizon. Rechte lijnen komen ook heel weinig voor onder water. Ja, misschien, hè? Dus wij gebruiken meer... daarom ook een fisheye. Boven water is dat is wel leuk, maar het begint al heel snel te vervelen. Als een gebouw bol staat, als een soort lachspiegel en alle rechte lijnen lopen krom, wordt al snel heel storend te ervaren. Nou, onder water, wegens het dat er niet zoveel rechte lijnen zijn, kunnen we heel erg goed gebruik maken van die fisheye. Voor ons. Hier heb ik nog even een plaatje. Nou, heel af en toe dat je gewoon wel misschien wat van convergerende lijnen kunt gebruiken in een wrak. Hè, daar heb je dan al wat rechte lijnen. Maar wij maken echt meer gebruik van die fisheye. Want dan kunnen we natuurlijk ook het flitslicht. Hè, je krijgt er de indruk alsof je het water veel helderder is. Het zicht wordt beter met een fisheye. En je kunt ook beter het flitslicht benutten. Want je kunt heel dicht op je onderwerp. Terwijl je toch een behoorlijk gedeelte van het rif kunt fotograferen. Want als je een meter of vijf van het rif af moet zitten om iets te verlichten. Dan zijn je flitsers gewoon niet krachtig genoeg voor. Nou, ook in Zeeland of in het zoete water in Nederland met het toch wel matige zicht krijg je met een fisheye toch altijd wel een indruk van, jeetje, wat was het, ik word vaak gezegd van, waar heb jij in godsnaam gedoken? Ja, het is dan gewoon doordat je een fisheye hebt gebruikt. Ja, en we maken ook als onderwaterfotografen wel graag gebruik van een beetje het buitengewone perspectief. En dat doen we dan met een fisheye lenzen die heel dichtbij kunnen scherp stellen. En daarmee kun je close focus wide angle foto's maken. He, zodat je een zeedahlia bijna vol in beeld kunt krijgen. En dan toch nog een achtergrond mee fotograferen.
We hebben het ook worden dit soort foto's natuurlijk erg populair bij wereldkampioenschappen. Dit is ook, ja, het lijkt wel alsof het een zeeappel is met een doorsnee van een vierkante meter. Maar het is toch echt maar een klein zeeappeltje van hooguit 10 centimeter. Ik moet me een beetje verontschuldigen voor het model wat daar hangt. Dat ben ik namelijk zelf. Ik vind niet dat ik daar erg netjes hang. Ja, sorry Marco, mijn schuld. En dit is natuurlijk ook, die foto heb ik al eerder laten zien, maar ook dit is ook natuurlijk echt een vorm van close focus wide angle. Want dit voorste gedeelte met al die verschillende soorten zakpijpen, ja, dat is maar hooguit 10 centimeter hoog. En, dat, ja, en dit kan je toch voor een heel, ja, bijna behoorlijk groot in beeld fotograferen. En dan toch met nog wel een stukje achtergrond erbij. Dit is echt close focus wide angle. En voor, ja, zeker ook in Zeeland met het matige zicht is het heel erg leuk om te doen. Goed, dan hebben we het nu net gehad over eigenlijk maar één interessant beeldelement. Maar we kunnen natuurlijk ook twee interessante beeldelementen fotograferen. Dan wordt het al een stukje moeilijker, want daar moet er natuurlijk iets van een orde, symmetrie in zitten. En het liefst nog een beetje spanning. Hier in dit geval een grote en een kleine, hè, dus een soort tegenstelling. Of dit is een bepaalde symmetrie. Hier heb je twee verschillende kleuren. Hier heb je twee verschillende, het zijn wel allebei pauwkokerwormen, maar de ene, ze staan op een andere manier. Het is ook wel weer grappig. En deze staan ook, het is gewoon leuk om naar dit soort dingen te zoeken en die te fotograferen. Ja, ook deze twee wormen staan dicht bij elkaar. Het vormt wel haast één geheel, maar het zijn er twee. Wat natuurlijk voor, als je twee onderwerpen fotografeert, wat natuurlijk ook heel vaak gebruikt wordt, is een model. Dan heb je twee onderwerpen. Nou, in dit geval staan ze ook weer zo goed mogelijk in die sterke punten, met een diagonaal. En hier zit ook een bepaalde interactie in. En ook in Nederland, een duiker met een wrak, hier met een zeester en een duiker. Hier, zorg dat het licht een beetje, dat de duiker, deze duiker hangt mooi. Of dat het Edwin van der Sande is, keurig Edwin. Die zeester, het lijkt toch alsof ze een bepaalde interactie hebben. En wrakken doen het natuurlijk ook goed. Hier zit ook weer een diagonaal in, meerdere diagonalen zelfs. En een bepaalde interactie tussen beiden. Wat je ook goed kunt gebruiken voor als je twee sterke punten wil hebben, is natuurlijk een zonnetje. Hè, in dit geval, of zelfs hier, het lijkt het ook alsof ze echt, dit is gewoon maar een stukje slingerzakpijp en een zonnetje, maar het lijkt echt alsof ze met elkaar of een bepaalde interactie hebben. Compositie met nog meer beeldelementen. Dus nog meer als twee. We maken het steeds lastiger. Ja, echt orde moet je hebben. Ritme, harmonie, symmetrie, spanning. Dit zijn echt heel veel sepia's. En ik ben hier blij mee met dit plaatje. Waarom? Omdat er ook toch wel een bepaalde, er zit een soort orde in. Er zit een, het is niet rommelig. Het is niet random verspreid. Net zoals hier deze grote anemonen in Noorwegen. Er zit een soort, er zit een vorm in. Wij zoeken ook naar een vorm. Dat vinden we prettig. En dat kan ook, die vorm die kan ook door. Iemand heeft even zijn microfoon aan. Graag alsjeblieft uit. Even kijken. Het is. Wie ziet er hier niet een driehoek in? Het is gewoon een driehoek natuurlijk. Hè? Het is geen driehoek. Het zijn eigenlijk drie rondjes met een hapje eruit. Hè? Maar wij zien hier gewoon een driehoek. Waarom? Niet omdat hij er is, maar omdat we dat prettig vinden.
Nou, dat moet je ook proberen in een foto. Als je meerdere beeldelementen hang je weer, Edwin, want hang je toch keurig. Okay, want hier zie ik ook de points of interest die vormen als je dus bij elkaar vormen die ook weer een driehoek. Zelfs als je een iets wat beeldvullend hebt, hè, zoals hier zo'n puffer fish. Ja, hier zit dan voor mij ook toch wel een driehoek in. Nou, als je nog meer, hè, dan gaat het nog meer moeilijker maken. Bijvoorbeeld echt gewoon ja, een compositie van heel veel beeldelementen. Want dit is chaos. En dat willen we niet. Want wat willen we? Ja, we willen harmonie. En dit is ja, veel meer een harmonie. Hier heb je het gevoel alsof er een dirigent aanwezig was die aanwijzingen geeft. Hè, bij deze ook. Er zit ja, gewoon een ja, structuur, harmonie. En daar vinden we dit prettiger om naar te kijken. Dit ook. En dit ook voor mij. En zelfs deze wat toch wel redelijk chaotisch is. Maar misschien toch door de kleur en door de gelijke vormen. Ja, wordt het een aardig plaatje. Want ja, als kijker moet je door een foto heen worden geleid. Ja. Deze foto bijvoorbeeld. Het heeft gewoon een volgorde. Elk onderwerp heeft een onderwerp. Waar kijk je het eerste naar? Die geeft mij het eerste antwoord. Aha, daar heb ik geen antwoord. Prachtig. Marcel Vis, juist. Heel goed zo, Marcel. Ja. Oké, goed. Allemaal vis. Goed, wat is de tweede plek waar je naar kijkt? Duiker, ja, duikers. Maar welke duiker? Welke duiker kijk je? Duiker boven. En dan? Duiker onder. En dan als vierde? Helemaal goed. Je kijkt, ja, iedereen doet het toch op dezelfde manier. Je kijkt het eerste naar die grote barracuda. Dan kijk je naar die bovenste duiker. Dan kijk je naar de duiker daaronder. En als laatste kijk je naar het wrak. Waar moet je bij deze foto ontzettend voor oppassen? Ja, want dit is prima, dit is perfect. Ja, dat het storende beeldelementen. Want ik bedoel, stel dat dit... Ik heb het er zelf ingeshopt hoor. Maar stel dat dit er zat... Ja, dit had deze foto natuurlijk toch volledig verpest. Storende beeldelementen, ja, daar moet je natuurlijk heel erg voor. Je ontkomt er niet altijd aan. Dit is natuurlijk ook een heel, heel oud fotootje, een goed voorbeeld. Ja, je ontkomt er niet aan. Hè, fotograferen is daarom niet voor niets de kunst van het weglaten. Deze... Aardig plaatje, maar wat is storend in deze foto? De vis links, ja, inderdaad. Daarachter, die even om het hoekje komt kijken, die vraagt toch te veel aandacht. Klopt, dit is beter. Deze foto van die Gobi maken ze allemaal, ja, leuk, maar toch... De omgeving, te veel licht, daar linksonder, het roze gebeuren, dat trekt ook te veel aandacht. Beter is dit ook nog niet helemaal perfect, maar het hoeft ook niet helemaal clean te zijn. In dit geval gebeurt er wel veel, maar ik heb hem niet helemaal los, maar in dit geval ondersteunt, vind ik, de omgeving, het object. Het maakt er wel een geheel van. Ja, het is ook centraal, maar in dit geval, het is geen wet van persen of meten. In dit geval vind ik dat niet erg. Maar goed, iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben, hoor. Dit is een foto van Marco. Ja, dichterbij. Hier gebeurt ook nog eens een keertje wat...
Dus wij vonden die allemaal heel erg leuk. Alsof je eruit komt. De omgeving eronder als een soort krans. Ja, dat is voor mij onscherp genoeg. Zodat het beeld wel niet storend vind ik. Prachtig zie ik. Ja, zie je wel. Marco, prachtig hè. Ja. Hoe kun je zelf meerdere beeldelementen creëren als ze er niet zijn? En dat wordt heel veel gedaan. Zeker bij de laatste wedstrijden, het wereldkampioenschap, werden er gewoon meerdere beeldelementen. Photoshop, nee, maar dat mag niet tijdens een wedstrijd. Dubbel exposure, ja, ik zie je. Dubbel opname. Dit is een dubbel opname. Want het is niet in één keer gefotografeerd. Net zoals dit. Dit is zelfs met een Olympus Tuf gemaakt. Want ja, je fotografeert eerst een zonnetje, later een krab. En in de camera kun je daar één foto van maken. Dubbelopnames worden al langer gemaakt. Dit is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Dit was een eerste plaats bij het wereldkampioenschap in Nederland van Marco Heesbeen. Dankzij een dubbelopname. Timing. Hebben we het nog eventjes over timing? Dan kom ik weer terug op deze foto. Want dit is natuurlijk ook dat zo lekker in beeld zit waar ik tevreden over was. Had het me ook te maken met dat het juist precies het goede moment was. Want ja, dit was daarvoor. Enkele momenten daarvoor. En dit was enkele momenten daarna. Je ziet dat het zo ontzettend scheelt. Dit is gewoon een waardeloze foto. Dit is ook een waardeloze foto. En dit is een foto waar ik goed tevreden over ben. Het is gewoon net het moment. En nou, dit is natuurlijk ook een goed voorbeeld van timing. Dat je gewoon het moment fotografeert. Maar dit heeft te maken met voorbereiding. Ja, dit wil ik toch ook eventjes laten zien. Want dit is natuurlijk heeft ook met timing te maken. Maar ook een beetje met van dat je weet van wat gaat er gebeuren. Dit is het pre-continent in Soudaan. En daar zie je linksboven. Dit is geen mooie foto. Het is veel te steriel. Maar je ziet wel dat er duikers zwemmen daar. En dat die van plan zijn om naar beneden te komen. Dus wacht dan. En wacht tot het goede moment. Ja, dit is precies voor mij dan het goede moment. Eentje gaat erin en die drie anderen zijn los van elkaar. En een halve seconde later is het weer het beeld verpest. En dit heeft waarom? Ja, dit heeft weer toch weer volgens mij die driehoek. En waarbij dit vinden wij prettig. Jongens, even een kleine koffiepauze. En dan gaan we zo meteen een minuutje of 10, geloof ik. En dan gaan we zo meteen eventjes verder. Tot zo.
Oké. We gaan weer verder. Ik hoop dat iedereen... Nou, best een liedje zingen lijkt me iets te... Dat wil je echt niet, denk ik. Jullie zien het scherm ook? Nee. Dus ik moet weer even kijken. Pop. Scherm 2. Hebben we beeld? Ja, nu wel. Ja. Oké, hartstikke goed. Goed. Wat zijn nog meer leuke dingen, leuke fotografische technieken die je kunt gebruiken om leuke, mooiere, interessantere foto's te maken? Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een natuurlijk kader. Ja, je werkt altijd al in een kader, het kader van je eigen camera. Maar als je fotografeert kun je ook op zoek gaan naar bijvoorbeeld een natuurlijk kader. En daar bedoel ik bijvoorbeeld een grot mee. Nou, dit is een grot is altijd een aardig natuurlijk kader. In dit geval mist daar wel iets. Er zit wel een duiker verderop, die is wat klein. Maar leuker is om daar een duiker. Zo heb je dit soort beelden. Ja, doen het altijd wel erg leuk. Hè? In dit geval ook. Dit is op de Azoren. Lampje erbij. Maar ook zelfs in Zeeland kun je op zoek gaan. Ja, we hebben geen grotten in Zeeland natuurlijk. Maar kijk eens bij een hangcultuur. Daar heb je ook kun je ook leuke doorkijkjes. Dit is wel met natuurlijk licht gemaakt. Hè. Je krijgt een soort silhouet. En de zonnestraaltjes door die zeesla doen het ook goed. Wrakken. Altijd grappig. Hè, zo'n gat. Hè, of een, zelfs op de Noordzee. Iemand heeft zijn microfoon aanstaan. Vignettering kun je eigenlijk ook, het is niet een echt natuurlijk kader, maar daar kun je in feite ook een soort kader van maken. Want wat doet een kader? Een kader trek je toch in je onderwerp. Hè? Deze foto op de een of andere manier. Lijkt meer alsof er meer diepte in zit vanwege dat vignettering dan deze foto. Deze foto is platter. Kun je in je camera kun je dat ook aanzetten vaak, je vignettering. Je kunt het met nabewerken doen, maar je kunt het in wedstrijden mag je het gebruiken als je het in de camera kunt aanzetten. Nou, wat kan een foto nog meer iets extra's geven? We hebben het er straks al een beetje over gehad. Ja, dat is die sfeer. Hè. We hebben het tot nu toe alleen nog maar over compositie gehad. Hè. Een verhaal vertellen, emotie oproepen en creativiteit. Nou, sfeer. Sfeer is echt heel erg belangrijk. Een foto met veel sfeer doet het altijd heel erg goed in een fotowedstrijd. En voor jezelf natuurlijk ook gewoon een prachtige sfeerfoto. Hè. Het licht hè, is daar het allerbelangrijkste voor. We hebben met Aquashot hebben wel eens een lezing gehad, hebben iemand uitgenodigd, een gewone natuurfotograaf, geen onderwaterfotograaf, Bas Melker was dat. En hij kwam toen ook aan met, ja goed, niet het onderwerp is belangrijk, maar het licht dat erop valt is belangrijk. En dat illustreerde hij door allemaal foto's van één bepaalde situatie, is ergens in een weiland met een hekje en een boom. En daar had er geloof ik wel 50 foto's van. En elke foto was gemaakt met andere lichtsituaties. En elke foto was anders. Waar die foto's waren bijna niet te vergelijken. Terwijl er hetzelfde op stond. Maar omdat het licht zo anders was. Ja, wat ik al zei, met natuurlijk licht kun je de meeste sfeer maken. In zoet water, dat zonlicht. En er zijn natuurlijk Willem Colford. Die zal nooit van zijn leven een flitser gebruiken. Want maar goed, hij ligt dan ook meestal in ondiep, in slootjes. En moet het doen met dat zonlicht, waardoor die bladeren. Maar het zijn
prachtige, dromerige plaatjes zijn het. Dit ook gewoon het zonlicht waardoor die takken komt. Ja, gewoon hier een paar karpers in de Hoofddorpse Plas. Noorwegen, op het kelp, die zonnestralen die daarop liggen. Maar ook in Zeeland, de bovenste lagen, met helder goed zicht, mooi weer. En dat is toch wel, kijk, dit is eigenlijk... Zoals het eruit hoort te zien. He, dit is natuurlijk. En als je tegen het licht in fotografeert, kun je ook nog behoorlijke contrasten krijgen. Ron, nog even over compositie. Kan je boek. Nee, dat boek ken ik niet, Gerard, maar we komen er nog op terug. Maar ik gebruik inderdaad ook voor compositie. Ik heb een hele stapel boeken liggen. En ja, je hoeft je niet te beperken tot boeken over onderwaterfotografie. Als het over compositie gaat of over licht. Zijn gewone boeken, natuurboeken of boeken over fotografie, zelfs over studiofotografie. Ja, heel erg interessant. Daar kun je ontzettend leuke dingen uithalen. En die kun je, dat moet je, alles is wel te vertalen naar onderwaterfotografie. Ja, dit ook in de Azoren. Zo is het. Maar goed, een klein stapje verder. Nog wel gebruik maken van dat sfeervolle, natuurlijke licht. Maar dan toch, als je wat dieper gaat, heb je toch wat kleur en licht nodig. En als je dat subtiel doet, kan dat heel mooi. Dus dan moet je wat, zeg maar, inflitsen. Nou, zoals dit, in dit geval ook. Hier, kan het niet anders dan dat je de voorgrond gewoon wat inflitst en dat je de achtergrond. En dit is natuurlijk de juiste verhouding tussen de voorgrondlicht en de achtergrondlicht. Ja, dat is natuurlijk bepalend voor hoe succesvol die foto is. En je moet zo veel mogelijk sfeer proberen te behouden met het natuurlijke licht, maar toch een klein beetje met je flitslicht. De kleuren laten zien. Maar ja, als je het dieper gaat en het wordt te donker of 's nachts of het is gewoon slecht weer, dan zul je ook alle sfeer met je flitslicht moeten doen. En dat is niet eenvoudig. En daar heb je ook wel wat kennis voor nodig. Hè? Kennis over licht en schaduw. Want je moet het allemaal zelf creëren. Ik geef ook workshops alleen over licht. En dan heb ik het over kennis over licht. En dan begin ik meestal met dit plaatje. En dan vraag ik of mensen dit schilderij kennen. En de meesten zeggen van ja, nee, dit kennen we niet. Het is wel een oud schilderij. En dan laat ik deze zien. Nou, iedereen kent dit schilderij. Maar wat is nou het grote verschil tussen dit vorige schilderij en dit schilderij? Ja, dat is maar één ding. Ja, ook natuurlijk wel compositie, maar ook het gebruik, vooral het gebruik van licht. En daar was Rembrandt natuurlijk beroemd om door zijn kennis en gebruik van licht. Niet iedereen vol in de schijnwerpers zitten, want dit, ja, hier zal misschien de opdrachtgever zal hier meer blij mee zijn geweest als bij dit schilderij. Maar dit is natuurlijk, dit heeft de eeuwen overleefd. En het is, ja, het is een begrip, hè? Het is Rembrandt licht. Kijk maar, hij was daar natuurlijk echt een meester in. Ook de Caravaggio natuurlijk waren er meer in die tijd. Hè? Als je dit schilderij, dat vind ik nog mooier eigenlijk. Als je ziet, dit is zo knap. Als je ziet dat het licht van buiten naar binnen komt en het reflecteert op de lichamen, waar het vervolgens weer terugreflecteert. Maar daar moet je zoveel kennis, en dat moeten wij eigenlijk ook proberen als onderwaterfotograaf. Maar natuurlijk niet als je twee gewoon een grote flitsers met een doomdiffuser. Nee, dan zul je subtieler te werk moeten gaan en dan zul je met snoets, hè, daar ga je niet alles verlichten, maar in dit geval, ja, en dan, dit is ook met twee snoets. Hier probeer ik een klein beetje Rembrandt licht na te bootsen. En dat geeft natuurlijk wel veel meer dynamiek. En het ook, ja, het heet bijvoorbeeld, of heel, met heel veel
donker en alleen een klein gedeelte van je onderwerp verlichten. Dat heeft ook een naam, dat heet clair obscur. En dat wordt natuurlijk bij de bovenwaterfotografie ook heel veel gedaan. Maar onder water kun je in principe met dezelfde techniek, het zijn wel andere onderwerpen, maar de sfeer ja, is min of meer hetzelfde. Kijk naar deze foto en kijk dan vervolgens naar deze sepia. Dus in feite is daar dezelfde techniek voor gebruikt. Hier ben je echt bezig als een soort studiofotograaf. Ik ben ook beroepsfotograaf. Ik heb het ook geleerd op de MTS voor fotografie en fototechniek. En de eerste paar maanden zijn we niet anders bezig geweest met zo'n dodecahedron. Om die op allerlei manieren te verlichten. En dat kan echt op honderden manieren. Ik was daar niet echt heel erg opgewonden van. Maar ik heb er ontzettend veel van geleerd. En we zijn onder water gewoon. He, als we geen natuurlijk licht kunnen gebruiken, dan zijn we gewoon studiofotografen. Je kunt er zo alles mee bepalen. Als je bijvoorbeeld dit krabbetje is gefotografeerd met twee flitsers ernaast. Maar hetzelfde krabbetje, als je dat fotografeert met de flitsers naast de camera. Even iemand zijn microfoon aanstaan, kan die uit? Ja, dan krijg je dit beeld met de flitsers ernaast. Zit je eens nog verder naar achteren. En dan krijg je dit. En dan krijg je een soort dramatisch tegenlicht effect. Het is allemaal dezelfde situatie, alleen de foto's zijn dermate anders, alleen vanwege de flitspositie. Ik zeg niet, dit is mooi, zo moet je het hebben, of zoals de eerste, dat mag je zelf je keuze uitmaken. Maar het gaat erom dat je controle hebt en dat je kan maken, dat je dat licht zo kan maken zoals je zelf wil. Net zoals dat Rembrandt dat schilderij kon maken. Zoals wij, met het licht wat hij wilde. Ja, dit is voor wat betreft licht. Ik geef hele workshops, de hele dag over licht. Dus als je in het boek voor gevorderden is ook het grootste gedeelte aan licht en flitsposities gewijd. Dus als je daar meer over wil weten, dan kan dat. Nog een heel belangrijk aspect hebben we het over gehad, is een verhaal, hè? Een foto in een wedstrijd die ook nog eens keer iets vertelt dat er iets gebeurt. Dat bedoel ik met een verhaal. Er gebeurt wat. Hè? Het is niet een passieve situatie. Een vis zwemt of een stukje koraal. Hartstikke mooi. Maar het is natuurlijk veel leuker als die beesten wat doen. Hè? Vooral in het gebied van vissen. Hè? Wat ze doen weet ik niet, maar er gebeurt wat. Hier weet ik wel dat er wat gebeurt. Dit zijn twee botenvisjes. Ja, die zijn heel erg druk bezig elkaar het hof te maken om te zorgen voor het nageslacht. Je ziet het al aan de kleur, maar je ziet het ook aan het gedrag. Ja, gewoon een nageslacht. Maar die is aan het eten. Als je goed kijkt, zie je daar gewoon dat die een hydropoliep aan het eten is. Ja, een beetje treurige situatie. Een meun die vast zit in een fuik, maar goed, het gebeurt. Nou ja, dit is natuurlijk ook een verhaal. Ja, jacht, nou ja, dit is treurig. Een botervis die gevangen is door een zeedalia. Angstig, maar ja, goed. Dit is natuurlijk ook leuk. Het is niet een prachtige foto, maar het is voor mij leuk omdat ik ook cursus onderwaterbiologie geef. Dit is het moment dat een Galathea-kreeftje uit zijn oude schild komt. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een foto met een verhaal. Nou, deze foto hebben jullie al eerder gezien. Ja, is het buiten dat hij ook nog eens een keer. Het is natuurlijk ook leuk als het een verhaal is en hij is ook nog eens een keertje goed gelukt. Ja, de snotolf die zijn nest onderhoudt. Dat is ook een foto met een verhaal. Natuurlijk de zwarte grondels die het nest bewaken. De donderpad. Is de groene donder? Nee, het is waarschijnlijk een gewone donderpad die de eitjes bewaakt.
Ja, en nog leuker natuurlijk als je er daar de tijd voor hebt en de moed om in januari te gaan duiken. Als je de eitjes uit ziet komen. En zeker als je een hele serie kan laten zien van de eitjes, het uitkomen en zo. Dus dat is zo, natuurlijk hartstikke leuk. In fotowedstrijden doen foto's het met een verhaal natuurlijk hartstikke goed. De sepia's. En bij het Nederlands kampioenschap hebben het ook altijd heel erg goed gedaan. Dan komen we nog een keertje terug op timing. Ook, we hebben natuurlijk straks die timing gehad in verband met compositie. Maar ook voor een goed verhaal is timing natuurlijk belangrijk. Hè. Dit is natuurlijk precies op het juiste moment. Dit is heel goed voorbereid. Daar heb ik weken over gedaan voordat ik deze foto kon maken. Maar dan betekent het nog dat je op het juiste moment op de knop moet drukken. Je moet natuurlijk ook, hier komt weer die kennis. Niet de kennis van je apparatuur, maar de kennis van de natuur komt weer naar boven die je nodig hebt. Hè. Dat geldt ook voor zo'n hengelaarsvis, zo'n frogfish. Je weet, tenminste als het goed is, dat die om de zoveel tijd hun bek open doet. En dat maakt de foto een stuk spannender en dynamisch. Om de hoeveel tijd, ik heb er wel eens een tijdje bij gezeten. En volgens mij een minuut of 20. En vaak zie je het ook wel een beetje van tevoren dat aankomen of zo. Maar je moet wel, kijk, als je 5 minuten erbij blijft en je weet niet dat hij dat überhaupt doet, dan zwem je voorbij en dan mis je die foto. Hè? Maar heb je een aantal foto's gezien, dan is het misschien de moeite waard om erbij te blijven liggen en dan even te wachten tot hij inderdaad die bek open doet. Ja, en dan is het natuurlijk, dat is ook wel weer een kwestie van timing natuurlijk. Dit is natuurlijk ook een kwestie van timing. Dit is een prachtige foto van René Weterings, die tijdens het laatste wereldkampioenschap in Tenerife heeft gehouden. Buiten dat het heel veel sfeer in zit, hè, dat licht dat van boven komt. En precies dat hij heel erg mooi in beeld is het ook exact het juiste moment. Hè, die twee vinnen van hem, of wat zeg je, die zijn precies zo goed omhoog dat er snelheid, dat er een dynamiek in zit. Ik denk dat je maar een fractie van een seconde te laat moet zijn. En dan is dat beeld al, ik heb van René, heb ik die hele rits beelden gezien, maar er was er maar eentje die gewoon goed genoeg was. En dat was deze, die was exact op het juiste moment genomen. Dus in dit geval is timing ook bij bewegende beesten ontzettend belangrijk. Bij vissen natuurlijk ook. Geen mooie achtergrond, maar de timing voor de vis is op zich goed. Hè. Je moet altijd bij vissen moet je heel erg opletten dat die staart. Hè, want die staart die zwabbert achter hem aan. En als je hem fotografeert op dit moment dat de staart net weggeklapt is. Ja, dan is de foto een stuk minder mooi. Nou. Dit is ook, ik weet wie ziet het, waarom is de timing bij deze foto verkeerd? gefeliciteerd al jongen. Wie kan zeggen, bellen, dat is natuurlijk ook, hè, zeker als er een model in beeld is. Let op de bellen. Ja, de bellen, het is net boven het hoofd. Soms heb je ze nog wel eens voor het gezicht. Maar dit is natuurlijk een stuk fraaier. Er staan nog wel wat belletjes op. Maar dit is niet storend. Dit is natuurlijk. Maar dit is natuurlijk veel te veel. Ik heb ook nog wel foto's dat echt van die bellen als ze net uit de mond gewoon nog vlak voor de mond komen. Dus let op als je een model fotografeert. Dat je kijkt wanneer ze uitblaast of wanneer er uitgeblazen wordt. En wacht heel eventjes, maak dan de foto. Emoties. Als dat je lukt om met een foto een emotie op te roepen, is dat ook altijd natuurlijk maak je veel grotere kans dat je een winnende foto maakt. In ieder geval dat je een wauw foto maakt. Wat voor emoties hebben we dan? Ja, wat kan je oproepen met onderwaterfoto's? Afschuw, angst, vertedering, echt waar?
Ja, met een bovenwaterfoto. Dit is ja afschuw. Kunnen we dit onder water? Ja, tuurlijk kunnen we dit onder water. Nou, ik moet zeggen wel dat het een gelukje was hoor. Maar goed, wie kent deze? De schreeuw van Edvard Munch. Kunnen we dat onder water? Tuurlijk, dit is een schreeuw. Het is mijn schreeuw. Nog een schreeuw. Nog een schreeuw. Het is ook een schreeuw van de zijkant. Vertedering? Echt waar? Onder water? Ja hoor, ik heb heel vaak bij deze foto's en dan zei ah, zijn er heel veel mensen. Ah. Ja, dat is toch, ja, ik bedoel, dit soort. Want ik bedoel, ik weet nog dat Marco, dat we in Cuba waren bij het wereldkampioenschap. En toen dat Marco, stond naast hem, deze foto inleverde. Ja, niet aan de jury, maar iemand die dan aan de organisatie. En die zag deze foto en die zei, oh, wauw. En toen keken we meteen elkaar aan en dachten we van, hé, nou, dat is kat in het bakkie. Als de eerste persoon die hem dan ziet, al meteen reageert zo van, wauw, ja, dan heb je toch wel een, maak je toch een aardige kans. En dat was ook, het was een zilveren medaille. Nou, ik heb dat lijstje van wat kan een foto nog iets meer, iets extra's geven. We hebben een goede compositie, sfeer, een verhaal, emotie. Maar wat nou als je een foto hebt die dat allemaal niet in zich heeft? Het is geen goede compositie, het is geen sfeer. Het vertelt geen verhaal en het roept ook geen emotie op. Hebben we daar nog iets over? Beweging, ja. Maar, zeldzaam. Nee, zeldzaam is geen absoluut. Mag niet. Het gaat om de fotokwaliteit. Als iets zeldzaam. Kunstkleur. Ja, ik zie wel dingen die ik. Maar kijk, als het eigenlijk nergens klopt, dan hebben we nog maar één. Dan zeggen we van ja, hallo, het is creatief. Toch? Dat houden we over. Ik zie nu heel veel dingen die uitzonderlijke standpunten bijvoorbeeld, hè, creatief. Trek je niks aan van wat ik allemaal straks verteld heb. Ga gewoon je eigen gang. Hè, ik bedoel, ga gewoon boven hangen. Maar ja, het is natuurlijk ook leuk om zo'n foto te maken, zo van bovenaf. Sepia's heb ik ook een keertje, heel uitzonderlijk. Helemaal van bovenaf gefotografeerd. En dan kreeg ik dit beetje, ja, vreemde plaatje. Maar toch, leuk. Ik heb het nog nooit verder gezien van iemand anders. Dus dat is toch wel mijn plaatje. En van onder naar bovenaf, nou, ja, dat zie je wel. Maar wat dacht je van gewaagde uitsneders? Doe eens gek. Alles mag. Ga je gang. Met deze foto is natuurlijk ook een hele rare, bizarre uitsnede. Maar daar ben ik ook Nederlands kampioen. Dit was een van mijn. Het was een tweede plaats, geloof ik. Het werd toch op de een of andere manier gewaardeerd. Terwijl er natuurlijk heel veel niet aan klopt. Ja, ik ga wel eens echt heel erg ver van gewoon kijken van ja, wat kan ik voor vormen en kleuren vinden? Ja, één oog. Ja, een zeenaald zonder zijn snuitje. Of alleen het snuitje. Gewoon een paar tentakels. Gewoon een afgesneden anemoon. Alleen de zuil gefotografeerd en een kleintje erbij. Ik zeg niet dat dit allemaal winnaars zijn. Maar je moet jezelf ook gewoon eens uitdagen. En gekke dingen doen. Kijk, en soms komt er iets uit. Je kunt ook spelen met kleur. Hè, bedoel, dit is allemaal één kleur. Dat kwam precies zo mooi uit op zo'n blad. Maar dat is niet gemanipuleerd. Zo werd het. Maar je kan ook op zoek naar kleuren en vormen. Of deze hier, zo'n heel close-up van een paardenanemoon. En precies die tegengestelde complementaire kleur van die blauwe. Ja, het zijn soort. Er zitten extra netelcelletjes in, geloof ik.
Nee, natuurlijk met die slingerzakpijpjes die we sinds na een tiental jaren, die ons zo ontzettend kleurrijk en zo verschrikkelijk veel vormen, dat kun je, is echt kunst. Dit is gewoon een rand van een oester. Ja, als je niet de kleur hebt, kun je ook nog bij wijze van spreken gekleurd flitslicht gebruiken. He, dit is een foto van Henny Blockford, waar hij ook een prijs, nee geen prijs, geloof een 7e plaats in Cuba mee had. Gewoon een spons en daar had hij een filtertje op zijn flitser gezet. Lijnenspel, altijd leuk. Zo'n zeedalia van die prachtige lijn, maar ook gewoon ja, een zeeanjelier. Of hier een zeeappel en dan een complementair stukje zeegras erin. Dit gewoon een gekke uitsnede van een weduwe-roos. Dit. Ja, of je kan het ook nog. Dit wordt ook nog wel gedaan. Dit is ook een foto van niet van mezelf, maar die ik meegenomen heb van het wereldkampioenschap. Dacht in Cuba. Je hebt een snoet gemaakt. Je kan die snoetjes, daar kun je ook vormpjes in doen. Dit is een spons. En hij heeft de vorm van een zeester op een spons geprojecteerd. Grappig. Ja, ik zou het zelf verder niet doen. Maar spiegeling. Ook heel leuk. Ik doe er ook niet zo heel erg veel mee. Maar ik heb ontzettend leuke van Peter Boots. Dat met Marion heel erg leuk aan het fotograferen, die spiegeling erboven. En ook dit is natuurlijk ook heel super. Helaas mocht hij hem niet gebruiken voor het kampioenschap, maar de spiegeling van die, wat is het ook alweer? In ieder geval die spiegeling in die bril. Ja, prachtig, heel leuk, heel creatief. Van Marlene heb ik ook een paar foto's gekregen van spiegelingen die ze in Oostenrijk, in een bergmeer had gemaakt. Zo'n kraakhelder meer. En dan moet je natuurlijk wel een donkere bovenkant hebben, anders wil die spiegeling niet. Ja, prachtig, heel creatief. Deze ook. Heel mooi. Ja, zelfs een todi kun je natuurlijk ook. Deze foto van Marco. Die vissen die aan de bovenkant zwemmen, vlak onder de oppervlakte. Nog een mooi gekleurd licht. Ja, het is een beetje. Het is niet echt heel natuurlijk, maar ja, het is wel creatief. Creatief spelen, creatief met kleur, creatief alles. Creatief, nog verder creatief met het tegenlicht. Off-camera flashes. Dit heb ik zelf toen uitgeprobeerd in Bodrum tijdens het wereldkampioenschap. Je kan overal. En daar wordt soms wel heel erg ver mee gegaan. Ik vind dit niet een super resultaat, maar ik wil het toch even laten zien. Je kunt er gewoon grappige dingen mee doen. Beweging zag ik net ook voorbij komen. Klopt, je camera. Draaien tijdens het belichten en dan flitsen of meetrekken, zodat er een bepaalde snelheid inkomt. Magic Light Tube zag ik net ook. Ik heb ze zelf nog niet gebruikt, maar dit is een foto van de fabrikant. Het is geen beweging, maar die light tube die zet je gewoon op de camera en dan krijgt het toch een bepaalde dynamiek. De kleuren van het reflecteren aan de binnenkant van die Magic Tube. Dus het heel decoratief kan het zijn. Maar ook wel heel moeilijk. Ik zeg niet dat het altijd een succes is. Ja, maar soms kan het heel mooi zijn. Hier heb je leuke voorbeeldjes. Ik heb ook een foto van Marlene gekregen waarvan ik wist dat ze het wel gebruikt. Ja, zelfs bij het zeepaardje gebruikt. Wel heel erg leuk. Vormen en patronen, dat is waar ik zelf aardig mee bezig ben al jaren. Ik noem ze dan, het is natuurlijk wel leuk als iedereen een beetje zijn eigen dingetje gaat doen. Dat maakt het eigenlijk leuker. Er zijn zoveel mogelijkheden. Hè, dat je gewoon, dat het een beetje herkenbaar is. Ik ben met, ik noem ze marine squares. Ik zag toen straks ook al van, ja, dan hoef je niet, dit is dan, hoe is dat zo gekomen dat ik ze gemaakt heb? Nou, ik maakte voor een schilder uit Amsterdam, Martijn de Groot, die ging een boek maken.
En die kwam ook eens bij mij thuis. En toen hing er een foto aan de muur van een donderpad en een zeeanjelier. En toen zei hij, oh, wat een kleuren, wat een vorm. Hij vroeg helemaal niet aan mij van, wat is het? Dat maakte hem niet uit. Hij keek puur naar de kleuren en de vormen. En dat kan ook wel, want als dit is bijvoorbeeld een van zijn schilderijen. Hij is gewoon bezig met kleur, met vorm, met compositie. Toen dacht ik van ja, is toch ook wel een leuke manier om dat eens om een fotografie op die manier te bekijken. En zelfs met onderwaterfotografie. Toen dacht ik, kan ik daar wat mee met mijn onderwaterfotografie? Nou, toen ben ik daar eens aardig mee gaan experimenteren. En dat doe ik nog steeds met enige regelmaat. Maak ik weer marina squares. En dan zoek ik naar kleuren, naar vormen. Om dat in een vierkant te plaatsen. Ja, om een beetje. Dat het helemaal niet belangrijk dat je ziet wat voor beest het is. Is liever niet. Eigenlijk wil ik niet zien. Ik zoek alleen maar kleur, vorm en. Wel compositie een beetje erin. Het is een oorkwal. Soms kan je wel zien wat het is, maar het is niet belangrijk. Het is niet erg als dat wel zo is. Maar het moet wel perfect uitgevoerd worden. Dus er moeten geen storende elementen in. Herhalingen, patronen. Natuurlijk in het RIF kun je daar aardig mee uit de weg met die patronen. Soms maak ik er ook wel eens compilaties van. Dit is een van mijn eerste. Dit is hier, deze is de laatste. Die heb ik met fotootjes die ik in Bonaire heb gemaakt. En dan denk je, ja, oké, lekker kleurrijk. Maar ik bedoel, ja, dit is gewoon ook. Dit is puur, bestaat puur uit plaatjes uit Zeeland. Ja, ik bedoel, ik zeg niet dat je dit moet gaan doen, maar gewoon ook gewoon als inspiratie, als mogelijkheden. Hè, creatief met kurk. We hebben nog meer creatieve fotofilters, kun je ook nog gebruiken. Dit is zo'n dramatic art filter. Dit ook. En ja, dat heeft bijvoorbeeld Marco ook succes mee gehad met die filters. Dat mag, want die filters die zitten gewoon in je camera. Hier heeft hij toen een prijs mee gewonnen. En ook de foto in Cuba, waar hij een tweede plaats mee gehad heeft, is met zo'n filter gemaakt. En ja, dat geeft een heel ander beeld. En ja, in dit geval, in ieder geval een wow factor. Dit is ook meegemaakt. Nou ja, zwart-wit kun je doen. Nou ja, ik stop nu met het aantal mogelijkheden. Ik hoop dat ik jullie een beetje geïnspireerd heb. En als dat zo is, schrijf je in voor het ONK. Ik heb geloof ik vandaag begrepen dat het doorgaat, het ONK. Dat er zelfs nog extra dagen zijn ingelast. En NLB doet er alles aan om het ONK dit jaar gewoon ook door te laten gaan. En wat ik zei, het is leuk, maar het is ook ontzettend leerzaam. Doe mee, ook al win je niet, gegarandeerd dat je er een betere onderwaterfotograaf van wordt. Nou, als je het allemaal erg snel vond gaan. Een aantal mensen hebben het boek al gekocht. Maar alles wat ik verteld heb en je wil het nog eens een keertje rustig tot je laten doordringen. Het is te koop bij bij Onderwaterhuis en bij de NLB. En als je denkt, ik heb de techniek nog niet helemaal onder de knie, dan kun je het nog voor het basishandboek gaan. En mocht je geïnteresseerd zijn in de apparatuur die gebruikt zijn bij het maken van de foto's, ja, ga dan naar onderwaterhuis.nl en zet daar zelf achter winning. Dan kom je bij een speciale pagina waar heel veel van de apparatuur besproken wordt die ik net heb laten zien. Deze pagina is speciaal voor deze workshop bedoeld. En er zijn zelfs in verband met deze workshop ook wat kortingen gegeven.
Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden, dat het je geïnspireerd heeft. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. En ja, op zich vind ik het best bereid om het nog een keer te doen. Niet hetzelfde onderwerp. Ik heb nog een workshop van ja, wat is de ideale camera? Dat is wel meer bedoeld voor de beginnende fotografen. Waarmee ik een aantal camera's bespreek. En daar de voor- en de nadelen van. Voor de wat gevorderde fotograaf heb ik nog op de plank liggen. Rubriceer je foto's voor de toekomst. Ook een beetje een... Ja, een dingetje van mij. Ik ben heel erg, doe ik mijn best om mijn foto's heel goed op te bergen. Van keywords te voorzien. Het heeft me heel veel tijd en energie gekost. Maar dat heb ik inmiddels alweer lang uit. Want ook bijvoorbeeld met het samenstellen van zo'n workshop als nu. Kan ik heel snel allerlei foto's terugzoeken en laten zien. En ja, dat doe ik dan met Lightroom. En als voor degenen die in geïnteresseerd zijn, kan ik daar ook een workshop over geven van hoe je dat het beste, hoe je foto's kan indelen, van keywords voorzien, zodat je ze heel makkelijk kan terugvinden. Zet het in de chat als je denkt van nou, dit lijkt mij wel leuk. En als daar genoeg belangstelling voor hebt, dan voor eerst dan. Lijkt me dat leuk om te doen voor jullie. Dus dan wil ik het hierbij laten. Bedankt voor jullie aandacht en succes. En ik hoop dat jullie iets mooiere foto's maken na deze workshop. Bedankt.